Het is zaterdagavond. De zon gaat onder. De spoorbrug bij de toekomstige Sluiskeeltunnel gaat verplaatst worden. Een grote groep mannen pakt dit project aan. Piet Kodde van Wegen en Leiding is ook aanwezig en weet waarom. Vanavond gaan we in het spoor het nieuwe brugdek aanbrengen. De spoordijk die is verwijderd. En nu wordt voor de tunnel een spoorviaduct aangebracht. Om te zorgen dat de trein tijdens de bouwfase gewoon door kan blijven rijden. Een spoorbrug verplaatsen, dat lijkt me een hele klus. Achter me staat een brugdek. Het weegt 500 ton in totaal. Het heeft een lengte van 26,5 meter. Het is 6,40 meter breed. En die gaan jullie zo'n 100 meter verplaatsen. Hoe doe je dat? Hij hangt op aan twee grote balken die rusten op computergestuurde wagens. Hierachter zien jullie dus de rijbaan gemaakt uit weglijnschotten, waarover de wagens straks de brug in zullen rijden. Is er eigenlijk een gevaar? Wat moet je minimaal voor elkaar krijgen? In ieder geval om zonder grote verzakkingen, in ieder geval binnen toleranties, de wagens op zijn plaats te krijgen. Verzakkingen zullen we altijd hebben, maar dit is stabiel genoeg om het veilig op zijn plek te krijgen. Een belangrijke functie is weggelegd voor de bestuurder van het voertuig, want die moet wel wat kunnen. Valt mij mijn collega belangrijker, want die let op of alles goed gaat. En ik bestuur in principe alleen de hendeltjes aan. Dat is van een ontroerende bescheidenheid. Maar het is echt een klus waarvoor veel vakmanschap vereist is. Het kritische moment is in feite de juiste positiebepaling. Dat hij op zijn goede plek, op de goede hoogte staat. En voordat hij in feite definitief neergezet wordt. Het probleem met zo'n verplaatsing is dat je zowel veel power als veel precisie nodig hebt. Spierbundels op de vierkante millimeter. De essentie van deze klus is dus niet alleen de grote gewichten waar het om draait, maar ook de laatste millimeter om het exact op zijn plaats te krijgen. En gaat dat lukken? Dit gaat zonder meer lukken. Het is weer ochtend en zoals voorspeld door Piet Kodde, het is gelukt. De spoorbrug ligt op zijn plek. Geen Piet, want die slaapt lekker uit. Mag ook wel, na een lange nacht.